boodschap is ook dat mensen eigenlijk kleiner moeten gaan wonen. Of dat er meer in de hoogte moet worden gebouwd. Ja, denkt u dat dat populair gaat zijn? Dat mensen hun tuintje, het idee dat om een eigen tuintje te hebben, dat ze dat moeten opgeven? Maar verder doen, zoals in het verleden en nu, is geen optie. We nemen per dag 9 voetbalvelden in aan de ruimte. Dus dit kan niet meer. En onze bevolking groeit ook. We zullen met veel meer zijn tegen 2050. Dus we moeten daar een oplossing voor vinden. En je kan heus wel heel kwalitatief en goed wonen, mits ook wat kleiner te wonen. En bijvoorbeeld naar een heel mooie, avontuurlijke, gemeenschappelijke tuin gaan. In plaats dat iedereen zijn eigen tuintje met een trampoline en een zandbak heeft, kan je bijvoorbeeld zeggen, we gaan die tuin delen. We wonen met wat meer mensen samen. Maar we zorgen dat het nog een veel mooiere speelruimte is. Dat zijn allemaal zaken die je ook al in het buitenland ziet. In Nederland bijvoorbeeld heb je daar heel mooie voorbeelden die we ook in Vlaanderen stelselmatig kunnen uitrollen. En daarom ook dat we zeggen, we werken richting 2050 om ook het draagvlak en ook een aantal mooie voorbeelden, proefprojecten ook in de praktijk te kunnen uitrollen.